Bij de voedselbank aan de Keilestraat in Rotterdam-West is vannacht een ravage aangericht. Door onbekenden die vermoedelijk een vrachtwagen van het terrein wilden stelen. De wagen was opengebroken en er was mee geprobeerd door het hek te rijden. De inbrekers lieten de truck staan toen die een lekke band kreeg. Bij de voedselbank, die goederen en eten inzamelt om uit te delen aan mensen met zeer weinig geld, werd in mei ook al ingebroken. Johan Voskamp vertrekt bij Sparta. De topscorer van het afgelopen seizoen tekent vandaag een contract bij het Poolse Śląsk Wrocław. De oudspeler van Excelsior speelde één seizoen in Rotterdam-West. Met 29 doelpunten in 31 wedstrijden werd de 27-jarige spits de topscorer van de Jupiler League. Sparta heeft al aangegeven op zoek te gaan naar een vervanger voor de aanvalsleider. Voor de Thomassentunnel bij Rozenburg zijn gistermiddag twee vrachtwagens op elkaar gebotst. Een van de chauffeurs is ernstig gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Een deel van de lading, potten met asperges, belandde op de weg. Omdat dat moest worden opgeruimd, bleef de tunnel in de richting van Rotterdam tot in de loop van de avond dicht. Het is vandaag overwegend zonnig en droog. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. De middagtemperatuur is 24 graden.